Oh, Oh, nou, ik kan niet eens praten. Jammer weer dit. Oh, deze is wel leuk volgens mij. Oh, volgens mij wil een kat uit. Twee, doe twee, Sander. Oh, wacht, sorry, even een kat moest eruit. Oh, shit. Oh, yeah! Oké, ik heb wel gedaan wat je zei. Ik dacht eventjes, oh, we moeten eerst nog dat hele cutscene bekijken, maar dat is natuurlijk helemaal niet. Nee. We moeten eerst gooien. En daarna gaan ze pas zeggen, hey, zo werkt game. Oh nee, dat heb ik al weggedrukt. Daar is hij. Ja, ik zie, ik zag het. Ik zag hem ook hoor. Ik had hem ook door. Hit op blok? Ja, maar. Oh! Dat viel hem mooi niet voorbij. Nee, maar Milan is allemaal puur. Weet dat, kills. Dat is wel waar. Nee, oké. Okay. Ja, sorry Sander. Je hebt helemaal gelijk. Dit slaat echt helemaal nergens op. Je hebt oprecht, je hebt echt gelijk. Dit slaat helemaal nergens op. Ja. Oh, ik dacht. Nou, ja. Vijf. Maar je hebt ook helemaal geen battle minigames in deze game, of wel? Jawel. Op het bord. Oh. Ik heb wel die bom gezien, maar dat was... Ja, dat is een battle minigame. Oh, ik bedoel versus, sorry. Oh, duel. Voor een ster. Ja, nee, die heb je niet, nee. Nee, precies, ja. Dat bedoelde ik inderdaad. Je hebt flipperkast of zo'n boel waar je een ster mee kan stelen. Ah ja. Oké, daar ben ik slecht in. Nou, Toad, kom op. Wajo? Wie deed dat überhaupt? Peach. What the fuck? Heeft Toad het altijd op een bepaald ding weer of zo? Of... Oké, die had ik. Je moet eigenlijk gewoon geluk hebben dat hij een beetje bij je in de buurt komt. Jezus, dit was echt oneerlijk. Oh, ik win ook een keer een minigame en meteen is oneerlijk. Je hebt hem niet gewonnen of zo. Oh ja? What the fuck? Welke kleur was het nou dan? Oranje. Oh, ik dacht geel. Die had ik. Hier, ik win ook een keer een minigame en meteen is het... Oh ja, dat was geluk. Oh, Er staat alleen geen eerste. Nee. Nee, ja. Kut. Je hebt cheaters en je hebt mensen die normale manier proberen te winnen natuurlijk, hè. Ja, ik vind het ook jammer dat jij moet cheaten, maar ja. Jij staat eerst. Ja, dit ik was niet, wel echt, echt pure bullshit was dit. Pure cheat, ja, dat klopt. Nee. Oh, nu ga ik zeker die andere kant op, ja. Ja. Oh, dat is wel balen. Ik weet niet of ik hier nou zo blij mee ben. Heel een blok? Nee. Maar hij zit linksboven, dus... Dan heb ik weer ongeluk. Ja. Ah nee, oké, dan weet ik dat. Take a breather. Oké, maar nu snap ik hoe die werkt. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Nu ik nog. Yep. Yeah.
Oh, ook veel langer dan ik. Ik heb de storm nog verneukt. Is dat je dat niet kon zien, maar... Ben je weer onaardig? Begint het nu alweer? Nou, het ligt eraan. Wie het bekijkt. Sander, je hebt echt gelijk, hoor. Echt pure bullshit. Maar blame me, don't blame me, blame the game. Ja, dat zeggen ze allemaal. Al op zich is het niet heel slecht als je hier de verkeerde kant op gaat. Je kunt best wel snel dat rondje weer maken. Mm-hmm. Dat is niet zo erg. Dus. Ik had erg voor... Wacht. Oef. Big oef. Nou, wat gaat die bitch kopen? Een swapkaart. Niet zo onaardig, ja, hè? Ze gaat weer een swapkaart kopen. Dat is haar go-to. Ja. Heeft ze abonnementje op, denk ik. Zo'n Twitch sub-abonnement. Die zijn wel cool als je die afsluit, ja. Die zou je zeker bij mij en Milan eventjes moeten activeren. Stamp hem uit. Ja. Heb eens keer, oké, okay, boys. Please, geef hem gewoon zo'n... Ah, hier ben ik slecht in. Maar dat maakt niet uit. Ik kan niet overal goed in zijn. Jij bent weer goed in Mystery Dungeon. Nou. Het is duidelijk dat je de stream niet gezien hebt. Welke starter heb je gekregen eigenlijk? Mijn job. Daar was ik iets dat minder blij mee. Dat is echt een kut starter, ja. Echt genaaid door de game. Zoals bij deze game. Ja, nee, maar dat is wel vaak. Ja, op een gegeven moment zat ik ook fases doen, had ik eventjes... Ik zat weer eens te snel op A te klikken en niet te lezen. Oh. Classic move. Maar, en toen zag ik dus iemand een Cubone hebben, toen dacht ik wel van, oh... Waarom heb ik geen Cubone? Maar Cubone, ja, ik had liever gewoon echt een starter gehad of zo. Een starter. Ik weet niet of dat kan überhaupt. Jazeker. Oh. Je kan alle 9 starters, want het is, je hebt de allereerste aan het spelen, toch? Allereerste, ja. Mystery? Ja, dan kan je de... Blue Rescue Team. Ja, dan kan je alle 9 starters, zeg maar. En je kan Pikachu. Ja, maar als partner kon ik ook alle 9 starters kiezen. Ja, dat kan. Maar dus je kan toen ook... heb ik voor Totodile gekozen, natuurlijk. Ja, ik had ook voor Charmander, maar dat vond ik lame, want iedereen doet Charmander. Dat is ook lame. Dus... Maar ik wil best kut doen, maar ik wil wel een beetje origineel kut doen, zeg maar. Oké. Okay. Nou is Toadel gewoon een hele goede keuze, hoor, voor een starter. En dan ga ik hier een beetje zijn, maar... Wat? Ha! Nu doet ze toch. Dit is wel ongunstig voor haar, of niet? Ja, dat is niet handig, nee. Oh, jij hebt echt pech, hoor. Ah, ja, je wordt echt heel hard genaaid door de game. Ik wil naar bed. Ik wil er ook nooit meer uitkomen, denk ik. Zo. Drama queen. Nee, ik ben geen queen, ik ben de aap, Donkey Kong. Oh ja. Ja, het begin is fout, je kan iedereen hebben. Omdat Milan beginner is, dat weet hij. Ik heb niet zo vaak Mario gespeeld. Nee, het staat wel 8-2, dat wel. Ah, niet deze. Het duurde even voordat ik door had, deze hebben we al gespeeld en deze was kut. Volgens mij was het toen ook tegen Daisy. Ja. Als we ze nou gewoon in een hoekje drijven... Ja, het kut is dat je zo'n freeze frame hebt op het moment dat je gaat schieten. Ja. Nice. We zijn al veel verder dan de vorige keer. Ja, maar die laatste... Nice.
Nou, ik heb dit keer ook eens wat gedaan. Ja, je hebt gecarried vandaag. Gekipcarried. Oeh, dat is wel lekker, man. Is dat zo? Ik geloof niet zo'n kipcarry, ja. Ik heb volgens mij nog nooit kipcarry gehad. Wow, hater. Nee, geen hater. Dat heb ik gewoon nog nooit gehad. Ja, oké. Okay. Kan je nog die tijd herinneren dat ik 14 abonnees had op Twitch? Ja. Die zijn helaas niet meer. Oh. Dat was toen tijdens mijn marathon vorig jaar in november. Ah. Ja, maar ik wil niet lullig doen. Ja. Maar je bent nu ook gewoon minder live. Dat is ook... Ja, maar dat is wel... Ik ben ook een hele tijd wel live geweest en toen waren er ook geen mensen. En mensen vinden blijkbaar Pokémon leuker dan Mario Party. Wat ik niet deel. Ik vind Pokémon ook wel leuker dan Mario Party, hoor. Oh, Warpipe met mij? Ik vind... Dank u. Nou, het ligt eraan wat je doet in Pokémon, maar als je... Ja, ik snap wel, als je Shiny Hunt dat mensen... Ja, het ding is toch... Mario Party toch interessant vinden. Ja, op zich. Ik vind Shiny Hunt ook leuk, hoor. Ook leuk om naar te kijken. Hey, we horen bij elkaar. We got this. Als het maar niet left or right is. Nee! Dit is zo'n tyfus minigame. Dit is die ene die ik toen straks bedoelde. Kan ik sowieso niet... is roeien. Heb je me ooit zien roeien? Nee, want dat doe ik dus niet omdat ik het niet kan. Sander, ik heb je nog nooit gezien, dus het is een rare vraag. Maar alsnog, ik roei ook nooit omdat ik niet kan roeien. Gebruik ze allebei, Sander. Allebei. Oh, ja, okay. Goed zo. Ik ben echt ziek aan het spammen. Alleen A, maar alleen hoe A. Gaan we zo traag, gast? Wat is het voor bullshit? Holy... Oh, kijk uit, Sander. Ja. Oké, pakken we even alleen A. En dan gaan we weer samen. Ja. Oh. Doe eens allebei tegelijk indrukken. Ja. Tenminste, nou ja, ik doe mijn best. Oh, traag. Oh, nee. Ja, hoe kunnen we dit verloren hebben? Ja, zij gingen in het begin echt speed mode. Echt speedrun, alles. Die maar bitch. Dat is ook echt de kutste minigame die ooit gemaakt is van Mario Party, hoor. Zit die in een nieuwe? Ik hoop het niet, maar ik weet het niet zeker. Oh. Oké. Okay. Hey, loterij! Woep, woep! Oh, de loterij is op zich wel een leuk, leuk dingetje, vind ik. Weer een bal. Hoe weet je of je een bal krijgt of... Oh, dit is met je computer... is dat heel raar, dit. met toetsenbord is echt raar. Je kan niet hard rollen. Ja, maar hoe weet je of je moet scratchen of dat je zo'n bal krijgt? Dat is gewoon random. Ah. Ik hoop dat de volgende keer weer moeten scratchen, want dit was niet te doen met de computer. Hé, hey, sterretje kopie! Ja, je kan nu niet zeggen dat dit niet door skills is gekomen. Ja, ik kan zeker zeggen dat het niet door skills is gekomen. En dan heb ik ook nog gelijk ook. Je hebt al een ster. En vervolgens ben je gewarpt. En vervolgens heb je toevallig goed gegooid. Nou, het is allemaal heel... Hey Sander, daar ga jij zo meteen naartoe. Dat weet ik niet. Jawel, dat weet ik wel. Moet ik nog zien. Ik zal weer vlak voordat ik er ben genaaid worden. Hier, ik sta er vet ver vanaf.
Jij gooit je echt de dan. Hele tijd wel echt tand toe laag. Ja, maar jij komt daar zo meteen weer. Ja, maar... Ik denk straks wel dat ik de running star heb, want ik heb drie vakjes vooruit gegaan. Oh jee, ze koopt weer een warpipe. Dat bedoel ik, en dan gaat ze op mij en dan... Ja, dit is nu al... Ik kan nu al het hele potje zien hoe dat gaat. Ja, maar weet je, Sander, dat komt ook door jouw negativiteit. Dat is in alles in het leven, als je er zo in staat, dan gaat het ook niet lukken. Ja, maar het is ook moeilijk om... Kijk, als je negatief bent, dan kan het alleen maar meezitten. Nee, zo werkt het niet, Sander. Dat is... Nee, in deze game niet, nee, maar... Normaal gesproken... Je moet vertrouwen hebben. Dan komt het allemaal goed. Dat is wat mensen zeggen die altijd alles goed gaat. Nee, dat komt omdat ik vertrouwen ben. Alles goed, ik kan alleen winnen in Mario Party omdat jij het niet snapt. Maar verder gaat het niet alles goed hoor. Jij hebt echt zoveel geluk gehad. Ja, dat is waar. Ik heb wel veel geluk gehad, ja. Oh, een sterretje in een blok. Oh, ja, maar, Sander, vorige keer ging het wel echt heel erg kut, hè. De vorige keer dat we twee keer Mario Party 6 speelden, had ik wel alleen maar ongeluk. Ik heb 7 potjes alleen maar ongeluk gehad. 9 inmiddels. Oh, ik heb ook gewoon een paar gewoon dik gewonnen, hoor. Zoals gewoon die ene met die woestijn. Toen heb ik ook gewoon goed gespeeld. Okay, ook leuk dat je elke keer genoeg gooide. Even een Magic Lampie? Oh, ja, dat durf je nog steeds niet toe te geven, maar dat is wel gewoon zo. Dus. Het is niet eens meer leuk, Sander, met jou dat spelen. Hey, oké, ik wil ook niet zeggen dat je alles met luck hebt gewonnen. Dat was een beetje overdreven. Maar wel veel. Het vorige potje was grotendeels geluk, ja. Precies. En er zijn meerdere die we gehad hebben. Dat echt merendeel... Ik vind het ook niet erg om te verliezen. Maar niet als je elke keer ook nog eens keihard genaaid wordt. Als jij de hele tijd ongeluk hebt. Dan niet, nee. 10. Dus daar. Oh, ziek. Ik heb letterlijk wat ik de eerste 5 bordjes gegooid heb ik nu in 1 keer. Als welke opgeteld zijn, maar dat heb ik nu gewoon in 1 keer gegooid. Ja, het is geen leugen. Holy damn, dat is echt ziek, man. Ik wist niet eens dat ik kon. Gebeurt er überhaupt iets? Ja. Oh nee, ze gaat één blokje verder. Oh nee. Ik mag weer met Daisy. Ik mag weer met Trash. Yay. Oké. Okay. Deze is wel tricky, man. Deze minigame. Oh, deze staat er weer niet helemaal op. Oh ja. Jawel. Zo vaag. Oh shit, ik zat naar de blauwe te kijken. De vorige keer waren wij blauw. Oh, wat kut. Dit is een cornlock. En dit is een cornlock. Ja. Ik ben hier echt heel slecht in. De vorige had je toch gewonnen? Veel op 1. Ja, maar ik focus te veel op 1 die ik wil onthouden. Nou, maar zo doe ik hem ook hoor. Zo doe ik hem ook. En als het dan niet eentje is die ik moet nodig heb, dan doe ik gewoon random dingen openmaken. Ja. Ja, dat doe ik dus ook. Bij mij werkt die tactiek schijnbaar niet. Echt zo jammer dat er nog niemand een ster heeft.
Stelen. Je kunt gewoon een coin stelen, hoor. Dat is gewoon... Weet je, ik spaar jou, Sander. Dat is lief, hè? Dat is wel lief. Maar kun je hier ook dat je amper coins verliest, of... Als je goed paar... Nou, je verliest altijd wel al een beetje. Ja, oké. Okay. In een blok? Nee. Die had je dan niet genoeg. Nooit genoeg hidden blokken, Sander. Hoe weet je überhaupt of het mini of groot is eigenlijk? Mini is roze en groot is blauw. Ja, oké, maar in de box zelf weet je dat dus niet. Oh, nee. Kom op, 3, Sander. Nee, niet gebruiken. Niet gebruiken, want dan kan je de ster niet kopen. Weet je nog? Oh ja. Oh. Ik hier maar aan het helpen. Ik die Sander hier maar aan het helpen. Nee, dat is niet waar. Ik had bij jou geld moeten stelen. Hé, hey, ik heb er niks over gezegd. Ik heb toen wijselijk mijn mond gehouden. Ik heb niks gezegd. Jij ging gewoon uit jezelf. Ja toch? Nee, dat is toch zo? Dat is zo. Oh, wauw. Nee. Ik bedoelde waar de ster kwam. Daar stond ik net. Oh, zo. Oké. Ik dacht al, wat zit je nou? Wauw. Hier, maar... Even serieus. Dit is toch weer geluk. Je staat nu weer veel dichter bij de ster. Ja, dat is waar. En zij heeft ook nog eens verkeerd gegooid. Als ze nou dan op die vipperkast vakkie kwam. Maar goed. Mario Medley, dat wordt zwemmy. Ik ken deze niet. Nou. Leuk hè. Even kijken. De eerste is de eerste ronde, de andere is de tweede ronde en die daarna is de derde ronde. Oh Jesus. Leeft. Blauw grapje. Oké, we gaan dit helemaal kapot maken. En je moet... What the fuck? Waarom doet hij niks bij mij? Hij doet niks bij mij. Nee, niet A en B, denk ik. Jawel. Oh, maar mijn hartje. Hoe zit dat met dat hartje eigenlijk? Hij doet niks bij mij. Wat is dit? Oh, dan heb ik alle tijd. Hij gaat niet vooruit bij mij. Maar wat als je hartje leeg is? Dan blijf je een beetje hangen, zeg maar. Ik weet niet waarom die van mij nou bijna niet vooruit gaat. Wat is dit? Dan doe je toch iets verkeerd, zou je zeggen. What the fuck? Ik kan het ineens heel niet. Heel raar. Nou, ik denk als jij deze gewoon had gedaan, dat je deze makkelijk gewonnen had. Jezus. In het begin ging het heel goed, maar op een gegeven moment was ik zo traag. Echt niet. Nee, ik weet niet waarom je een idee. Ja, maar weet je zeker dat je A en B deed? Ja, 100%. A en B zijn mijn makkelijkste knoppen, zeg maar. Daar kan bijna niet fout gaan. Dat is waar. Oh, krijg hij weer zo'n lottery ticket. Oh, nee. Dit... Oh, jee. Kunnen we dit doorspoelen? Ik ben wel benieuwd hoe moeilijk dat rotate is eigenlijk. Kun je niet gewoon de pijltjes gewoon afwisselen, zeg maar? Nou, het werkt niet helemaal zoals het hoort, geloof ik. Maar er komt vast wat uit. Jammer. Je vindt wel vaak niks. Nou ja, in het algemeen. Niet per se jij, maar ik bedoel... Mm-hmm. Dat zeg ik. Loterijen zijn scam.
alleen dan geoorloofd. Omdat één iemand daadwerkelijk iets krijgt. De rest krijgt bullshit. Nou, en daarbuiten, het is je eigen keuze om mee te doen, hè? Dat is waar, dat is waar. Je wordt niet gedwongen, dus. Dat is zeker waar. Ah, dat betekent wel dat ik nooit mee zou doen. Wat is die vraagteken? Ja, niet dat ik daarop kom, maar... Huh? Dat die pijl zeg maar weer... Oh, ik dacht dat ik nog eentje had. Oh, dit telt ook als één vakkie, of... Nee, nee, ja. Oh, nee. Jij kwam daar gewoon. Ah, dan heb ik gewoon verkeerd. Kilt onthouden. Oh, ik ben weer met Daisy. Dungeon Duos? Peach, nee. Bedoel ik. Reverse Bomb. Oh, nee. Wat is je favoriete minigame? Heb je mij deze de vorige keer nog niet zien spelen? Echt. Oh, je moet... Ja, oké. Okay. Nee! Kut! Kut! Had ik al kut gezegd? Kut! Kut! Loopt die te ver? Wat een... Ja, en dan komen ze in één keer allemaal. Je was wel dichtbij. De vorige keer hadden we dik geworden, maar nu ging het echt slecht op een gegeven moment. Ja, bij mij ook. Mario! Mario! Ik zit echt te twijfelen. Wacht. Ja, ik weet niet wat Z is, dus dat is lastig. We doen heel even R. X. Was dat bij mij? Hier, R doet het ook niet. Wat is dit? Nee, ik kan nu geen... Geen ding veroorloven. Geen flipperkast. Oh, er zit ook geen flipperkast. Ah, dan had ik het wel kunnen doen. Ja, en dan... Hé, daar was de ster, toch? Nee, iets verder naar rechts. Ah. Nee. Gelukkig geen Bowser-vakje, want dan krijg ik weer dat coins verlies. Oh, hidden block, ik voel het. Kan het op beide blokken of moet je nee, dan per se op blauw? Alleen op blauw, dat kan alleen op blauw. Ja, ik denk dat naar boven gaan wel gunstiger is in de long run. Wat ziet de... Oh, dan ga je... Tuurlijk. Gaat ze dat doen? Nee. Oh lol. Had ze beter wel kunnen doen. Ja, dan had ze nog geld gekregen. Ja. Lucky minigame? Nee. Mr. Blizzard's Brigade. Nu moet je eigenlijk sneeuwballen ontwijken die door Blizzards worden gegooid. Oké. Ik kan move in principe, dus... Dat kan jij, ik geloof in je. Ik weet alleen niet of ik ook niet geraakt kan worden door sneeuwballen, maar... Ja, dat is best een pittige minigame dit. Nee. Oeh, dat scheelde echt niet veel. Of ik werd geraakt. Ah. Ah, dit gaat echt... Oh, een huge one. Oeh. Nee.
Is die huge one al gegooid? Ja, oh, maar er komt er nog een. Ik heb dit spel nog nooit zo lang hoeven spelen. Je hebt gewonnen, Sander. Wojo. Ja, ik ben wel denk ik ondertussen ook een paar levensjaren verloren. Jezus, wat een stress, jong. Echt. Jong. Nice. Nee, echt die laatste paar seconden. Pff. Even wat licht aan. Laatste vijf turns. Peach. Nee. Rip. Oh. Maar gaat die nou ook nog door? Oh nee, gelukkig. Zag iets op zich ook nog wel vooraan. En hoe bevalt je derde scherm? Fijn, heel fijn. Ik wil niet meer zonder. Oh, dat is... Nee! Oh, dit gaat echt heel kut nog worden, denk ik. Yes! Yes! Oh, dit kan ook een nadeel van mij zijn, trouwens. Ik doe wel yes, maar misschien is het helemaal geen yes. Maar er zijn wel geen rode vakjes meer, dus dat is in principe een yes. Waarom kon ik geen... Oh, serieus? Wauw. En dit is wat? Nog kutter, want nu word ik weggewarpt. Ja, of je moet naar onder. Wat een onzin. Ah, het begint allemaal van een 4. Het begint allemaal van een 4. Hier gaat mijn ondergang. Nou, dat weten we nog niet. Ja, misschien. Je weet het niet. Ja, weet het niet. Nee, dat weet ik niet. Zet. Wat ik kan doen is zo'n mini. Hopen dat ik op die 3 kom. Dat ik 3 gooi. Kan ik doen. Ik heb wel meer kans als ik dit doe, dus... Wauw. Oké. Okay. Dit kan ook heel nadelig voor me zijn. Dus dat klopt. Misschien was dit dom om te doen. Maar fuck it. Het is wel leuk voor de video. Wat ga je doen, Paddy? First of Fortune. Dit is waar de naam Flipperkast ook vandaan komt. Want dit is echt een Flipperkast. Oké. Okay. Oké. Okay. R. Oh, zo, oké. Okay. Oeh, nice, Paddy. Veel plezier. Je hebt echt een anus. Dit was okay. Pure intentie, of niet? Ik doe ook maar wat, oprecht. Ah! Wow. Ja, met mijn één. Oké, dat is altijd gunstig. Wow. Dit is echt zeer chill. Eindelijk, hehe. Het hoeft niet altijd gunstig te zijn. Jij kan ook jouw ster inleveren naar mij. Oké. Nee, dat kan niet. Nee, ja, het is altijd gunstig voor jou. Oké, volgens mij moet ik nu... Ja, het is altijd gunstig voor jou. Wat een tyfuszooi. Doe maar die 20. Maar het is altijd gunstig voor jou. Ik denk dat je niet zo hard nu wil. Juist. Oké, coins. Oké. Maar dus nog, ik heb fucking veel coins. Ik weet dan niet hoe je... Want ik was nu heel zachtjes aan het doen. Dus hoe je dan zorgt dat die... Ja, het is sowieso... Want ik heb altijd links. Het is sowieso nooit guaranteed, zeg maar. Nee, oké. Okay. Dus als je vol gas, dan ga je ook niet altijd naar links, zeg maar. Dan kun je ook gewoon naar rechts gaan. Oh. Dat dacht ik. Dit worden een interessante laatste paar turns. Is Paddy nu bij jou? Ja. Oké. Okay. Maar dat is wel leuk, Paddy. Ja, Paddy. Vind ik ook leuk. Cliffhangers! Dit is wel een zenuwslopend spelletje. Zal ik hem even uitleggen?
Je moet eigenlijk gewoon naar boven klimmen. Dus je moet gewoon elke keer naar boven bewegen. Alleen op het moment dat de wind gaat komen, dan moet je A drukken om jezelf vast te houden. Oh, deze. Volgens mij, ik ken al deze minigames wel op een of andere manier. Ja, misschien omdat je die hebt gezien toen Justin en ik hem speelden op stream. Ja, dat kan. Ja, dat klopt, Paddy. Oh, wat? Je moet toch hold on? Ja, pas als je de harde wind krijgt. Oh, ik denk sneeuwstorm. Oh. Oh, ja. Ik snap er dus alsnog niks van. Maar hoe weet je wanneer de harde wind komt dan? Ja, dat moet je eigenlijk een beetje aanvoelen. Oké, dus dat is wel een beetje geluk. I guess. Ah, tieve zooi. Shit. Hij is wel leuk op zich. Oké, je wil gewoon... net op tijd. Ah ja, je gaat het sowieso winnen. Paddy, voor de Subpar Guys kanaal, hè? Ben ik nu Kaizo Emerald aan het spelen. Dat is een pittig jongen. Oeh, je was er nog bijna ook. Ja. Maar ik was in het begin aan het hold-onen, omdat ik dacht dat de wind al sterk was. Dat was niet. Ja. Waar moet je die spelen dan? Gewoon als gewoon voor de fun? Nee, dat moet. Anders heeft Jordi geen content, want die upload... Weet je... Ja, dat is echt heel heftig, Jordi, ja. Die is echt zo van... Als hij dan nu niet opneemt, weet je wel, dan heeft hij... De volgende dag heeft hij niks. Dat is echt... Hij moet echt bulk recorden even leren, denk ik. Echt, jongen. Hij heeft gewoon al, gewoon al dingen gepland voor 2022. Dat is niet normaal. Maar... Dat is toch ook niet meer leuk, zeg maar, als je... Nee. Laten we zeggen, het is niet mijn ding. Als je commentary maakt, dan wil je ook een beetje... Ik had laatst in mijn Pokémon... hoe heet het? Shuffle Lock? Ja, in mijn Shuffle Lock. Had ik een water-Pokémon Limburg genoemd. Ja, oh, dat kan je echt niet maken, Sander. Dus, nou, wel... Ja, is een grapje. Kan wel. Dat kan je echt niet maken. Maar... Bijvoorbeeld zulke actualiteiten, dat is toch leuker als het een beetje kan. Maar als je dat ineens helemaal wegneemt of zo, ja, vind ik toch wel een dingetje of zo. Nee, maar ik vind wel dat je een beetje, of als er nieuwe shit uitkomt van ja, het moet een beetje zo, actueel zijn. Wel leuk als je een beetje daarover kunt praten. Van, ik heb laatst United gespeeld. Oh ja, dat was... Niet zo kut als dat ik had gedacht. Dit is Sander's spelletje. Nou, dat weet ik niet. Longclaw of the Law. Ja, maar ik wil hem eigenlijk dan pas spelen. Weet je, daar heb ik al gezegd waarom ik hem niet speel. Omdat, hoe heet het? Omdat het Gen 4 is en die komt bijna uit. En dan wil ik hem niet net gespeeld hebben, zeg maar. Welke moesten we? Kut. Ja, daar had je moeten opletten. Oké. Nee, ja. Oké. Oh, fuck a duck. Shit. Oh, nee, ga nou niet dicht. Ja, dank je. Wat? Hoe kan je die nou nog gewonnen hebben? Ik zag hem. Ik zag dat we Goomba moesten, dus... Maar ik wil hem wel graag spelen, Paddy. Maar als hij helemaal af is, ga ik hem sowieso spelen. Paddy, ben je nu al een beetje wat verder of zo? Oh ja, ik weet niet of ik het... Ik zal het al voorlezen als hij dat zegt. Ja. Ik ben wel benieuwd of hij iets verder is gekomen of dat het gewoon... Waar staat de ster eigenlijk?
Nog steeds bovenaan, weet je wel. Omdat ik weggewarpt zou worden. Het is wel weer zo'n lastige. Ik ben tot nu toe alleen nog steeds trainers aan het uitbalanceren. Alle trainers tot de vierde gym zijn geëdit. Tot de vierde, oh. Dat is op zich, dat is al verder. Wacht even, de fighting gym, is dat de derde? Volgens mij wel, hè? Ja. Ja, dan is hij wel verder dan laatst. De versie die ik heb, dat is nog... Tot en met, vlak voor de derde gym. Start, nu op nood drukken, dat zou wel echt dom zijn. En dan zometeen 1 gooien. En dan al je sterren aan de computer geven. Ik hoop nu niet op een 1. What the fuck, hou op met me. Yes. Het wordt nog Oh! Nee! Fuck! Oh wee, oh ik haat dit nu, oh ik haat dit zo erg, hè. Maar, misschien, het kan nog, weet je, het... Sander, in de Platinum is de derde gym Ghost. Dan is ze die in Hard Home City, kan je meteen doen. Wauw, serieus? Moet je echt zo zijn? Dat is sowieso... Moet je echt zo zijn? Dat is sowieso gunstig voor mij. Wat een lul ben jij, zeg. Gast, ik doe gewoon ook maar wat. Ja, tuurlijk. Ik doe letterlijk ook maar wat. En Daisy, dat is helemaal Peach. Dat is Peach, maar, hoor. Ik weet het niet. Dat maakt niet uit. Ik zei het nog, Peach is dat. Dat zei ik op tijd. Dat vind ik wel. Oké, alle sterren. Oké, in het midden. Doe maar in het midden. Zo, ik drukte toen ik zei in het midden. Wat een kut onzin. Dat is 1 ster trouwens. Oh, dat mag ook wel eens een keer, hoor. Dat is 1 ster trouwens. Nou en, daar ben ik alsnog hartstikke blij mee. Oh, wat fijn. Oh, Peach heeft wel zo'n... Beloof me dan 1 ding. Als je zometeen een ster gaat stelen, doe dan die van Peach. Ja, sowieso. Als ik de keuze krijg, zou ik sowieso Peach stelen. Maar zoals dit was... Dit is toch gewoon geluk? Of niet? Nee, dat is gewoon skills. Echt? Is die pinball skills? Nee, maar jij mag ook wel een keertje geluk hebben wat skills heet. Want dat heb ik ook vaak zat. Ja, oké. Okay. Cheap sweep. Oh, deze is wat minder leuk. Ik heb een trauma aan cheap. Want bij cheap, in Mario Party denk ik altijd aan cheap chance en die is echt kut. Paddy zegt dat de rifle in Hard Home het kutst is. Rifle in Hard Home. Ja. Oh, na de gym kun je... Ja, dat is in die game ook zo. Ja. Hoe werkt dit, jong? Ik snap... Lekker, Daisy. Ik ben hier echt of heel slecht in, of ik snap er niks van... Hoe dichtbij moet je er wel niet staan, jong? Ik denk steeds dat ik... Ja, je hebt ook die freeze frames weer. Wat is dat? Ja, jullie gaan winnen, want... Peach heeft al 2 gouden vissen gepakt. Ja, jullie ook. Staat gelijk. Nee, we hebben 1 gouden vis, maar we hebben meer gele. Of meer rode, bedoel ik. Het wordt een tie. Ik heb echt niks gedaan. Ik ook niet. Oké, maar tie ben ik tevreden mee. Of een draw, ook goed. Trouwens, fun fact Milan. In mijn romhack zorg ik ervoor dat je rifle met elke starter een heel ander team heeft. Bijvoorbeeld als jij Piplup kiest, dan heeft je rifle Turtwig en Pidgey. En als je Turtwig kiest, heeft je rifle Chimchar en Talo. Oké. Wel ja, doe even 100 coins. Dat zal weer.
Nee. Oké. Waarom konden we dit potje niet eerst hebben? Dan was ik iets minder salty ja. De vorige keer. Oh, maar dit is een hidden block voor mij. Sterretje. Nee. No way. Dan was ik echt woest geweest. Dat weet ik. Want dan ga jij winnen, want jij hebt sowieso de minigame ster. Dan heb je ook nog de coin ster. Dus dan heb ik alleen nog maar de happening star die ik kan krijgen. Dus dan heb je eigenlijk al gewonnen. Want de happening star heb ik ook niet. Dus ik denk sowieso dat je wel gewonnen hebt, maar... Ja, dan moet je hier gewoon de ster van mij stelen. Oh. Ja. Dat zou ik dan wel doen, want... Als jij op die manier dan wel kan winnen, is het dom als je niet bij mij stil. Oeh, alleen het enige nadeel is... Je komt hier langs. Daarna mag ik nog 5 dingen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dan word je sowieso door de dingen meegesleept. Door de rollercoaster. Ja, dus dan maakt dat niet uit. Dan kan ik beter die 50 investeren. Ja, ja, zou ik denk wel dat ik dat moet doen. Tuurlijk. Maar je hebt mij ook zo net gespaard. Nee, doe maar, tuurlijk. Ja, maar dat waren coins, dat was geen ster. Wacht even, stel ik zou Peach, dan is het 3. Krijg jij 2. Staat gelijk. Ja, maar de enige ja, die dan nog kan winnen als je van Peach steelt, ben ik, zeg maar. Als je die van mij steelt, dan kan jij bijna niet meer verliezen, zeg maar. Ja, sorry. Maar ja, nee, dat is toch gewoon het spel. It has to be done. Dat is gewoon het spel. Ja, dat is waar, maar alsnog, jij hebt mij zo net ook gespaard. Voor ja, maar dat waren coins, die had ik al heel dat veel, weet je nog? Dat is waar. Oeh, ik kan nu beter dit doen, denk ja, ik, of niet? Ja, dan krijg ik coins. Oh, rip. Je hebt geen 5 coins. Ja, voor mij. Tot zover het, ik kan beter... Okay, dus het final team aan het eind van de game is met elke starter dus ook compleet anders. Oh, dat is wel vet. Ik ga... Gooit hij zometeen 1 als ze sterren kwijt? Nee. Ja, dat... Mijn geluk kennende. Oh, net ja, als mijn geluk van... Super ik doe dan gewoon die super mushrooms, denk ik. Ik weet niet hoeveel turns hebben. Dat kan ik niet zien. Maar... Ha, wat een loser. Kan ik nog steeds niet zien. Maar ik ga zo... Ik kan, denk ik nu het best... In de hoop dat ik niet die 1 gooi... Kan ik het best gewoon die super mushroom doen... Want dan kom ik sowieso daar niet op. Enige kans is dan dat je zoveel gooit... Dat je toch weer ja, opkomt. Dat je ergens anders weer opkomt, ja. Ja, maar... Oké. Oké. Nou, boys... Oh, de ene moet move en de ander moet... Wat? Hoezo? Ik druk toch op A? Huh? Oké, ik had denk lekker ik... Lekker teampie hoor, Daisy. Aangedrukt of zo. Oh. Kijk dan hoe ver voor je staat. In principe maakt het niet uit, want... Het gaat om coins en niet om snelheid, maar... Lekker teampie, Daisy, hotse flots. Kom op, Peach. Doe een beetje je best. Kan dat, toevallig? Nee. Wil je het gehoord van je best doen, Peach? Nee, oké. Nee, Perry gaat er vandoor. Moet morgen werken. Hoezo duurt de vakantie niet gewoon wat langer? Nou, dan neem je wat langer vakanties, Perry. Dat werkt niet zo, dat weet ik. Heb meer geld, dan kun je een lange vakantie nemen, volgens mij. Zoiets werkt dat toch? Nou, nah, niet helemaal. Oh. Ja, wacht. Oh ja, ik kan niet op R drukken, hè? Oh, dat was niet R, maar you het zal wel. You just did. Ja, dat was geen R, maar het zal wel. Ja, maar in deze game... Oh nee, het is allemaal GameCube natuurlijk. Dus... Ik weet ook niet dan.
Oh, hallo, hallo, ik wil die. Oh, ja. Ja, duurt even, maar dan pakt hij hem uiteindelijk. Misschien. Ja, Disneyland is wel duur, ja. Ja, wie gaat er dan ook naar Parijs toe? Bah. Hé, hey, je krijgt een mushroom. Oh ja, nevermind. Tot zover. Deze die loopt alleen maar rondjes. Elk rondje is hetzelfde. Oh. Ik kan geloof ik rondje anders was. Nou, had ik ergens gehoord hoor, maar... Oh, wauw. Oh, ja. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit waar ze nu gegooid wordt. Nope. Heen. 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 Nee, dat wil ik niet. Mag even nadenken. Heen. Later. Heen. Ja, genoeg ik moet voor dit een doen. Ander. Genoeg voor een ander. Genoeg voor een ander. Genoeg voor een ander. Oké, 6. Voor nog wat coins? Nee. Maar ik denk wel dat dit redelijk... Hidden block. ...gunstig is. Oh, ik maak dat helemaal het ding kapot. Zag je dat? Ja. Ik wel. Ziek. Nou, Peach gaat nog even de ster kopen. Nee, ze gaat toch naar onder? Ja, maar ze heeft een lamp. Ja. Oh, dan heb ik misschien wel van Peach. Nee. Ja, Peach heeft misschien de Happening Star. Ja, maar dan heeft ze maar 2 sterren. Oh ja. En ik had sowieso op 3 gekomen en ik heb meer coins, dus... Ik had dan gewonnen als je van Peach had gestolen. Oh, ja, tuurlijk. Zijn die nou Alakazam? Alakazam, ja. Holy damn. Maar Peach komt nog wel even op de flipperkast zo meteen. Als dat zo is, hè, dan word ik sowieso genaaid. Dan gaat de stream gewoon ineens uit. Als dat gebeurt. Echt waar, dan ben ik er helemaal klaar mee. Oh, tuurlijk. Daar liep ik net langs. Dat is dicht bij jullie. Oh, zo jammer, hè. Yes. Nou, gefeliciteerd. Nou, ik moet eerst het einde nog zien. Ik heb me al te bang dat ik alsnog verlies, dus... Ik zou niet weten hoe. The Great Deflate, yeah. Die is wel leuk. Ground Pounder. Oh, dat kan ik. Daar heb ik wel eens eerder van gehoord. Ja. Het is toch grappig dat ik al die minigames uit mijn hoofd weet als ik de naam zie. Ja, dat is wel... Zoveel heb ik deze game gespeeld. Moet je ook hoog? Ik denk het wel, hè? Ja, dan doe je meer. Alleen het... De key hier is dat je het gelijk doet met je partner, zeg maar. Maar Peach is echt een mangle. Lekker, nou, deze is ook niet zo handig, hoor. Nou, op zich, hij is wel leuk. Ja. De minigame. Ik heb misschien niet gewonnen, maar... Niet elke minigame hoeft leuk te zijn. Als je... Je hoeft niet elke minigame te winnen om leuk te zijn. Dat. I got you, Sanders. Oké. Okay. Number of stars. Wauw. Ja, jij kunt sowieso niet winnen. Nope. Dat spijt me. Dus ik sta sowieso voor jou. Dus in principe heb ik sowieso... Een punt, denk ik. Minigame heb jij. Oké. Okay. Nou, dan krijg je een sterretje. Geeft niet. Coins heb je ook. Nou, ook niet erg. Oké, dan hebben we even kijken. Oh ja, de vraagteken wacht, die heeft Peach. Wacht. Hoeveel coins had Peach nog? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, Peach heeft de happening. Het kan zijn dat Peach heeft gewonnen. Ja, maar is dat sowieso boven jou, toch? Ja, ja, ja. Maar ja, daar krijg je geen punt voor. Jawel. Nee, want ik heb ook een keertje bij een andere waar de computer had gewonnen ook niemand een punt gegeven. Oh, wat kut.
Ah, gelukkig. Volgens mij echt op 3 coins of zo. We zullen het zo wel zien. Ik zat hier echt geblindeerd. Ik durfde gewoon echt niet te kijken. Nou, totdat jij zei, oh gelukkig. Ja, ik heb liever dat ik van jou verlies dan van de computer. Ja, daarom dacht ik dus eventjes, moet ik op niet... Op 4 coins! Maar stel, ik had nu van jou. Dan had jij 1 ster meer gehad. Oh ja, dan had jij sowieso gewonnen. Ja, ik had, ik had sowieso gewonnen als je niet... Oh nee, want ik heb dan nog steeds 3. Ik had sowieso gewonnen als je niet van mij had gestolen. Had ik sowieso gewonnen. Nou, toch wel weer een positieve afsluiting. Dat is wel... Nou, wouden we het net nog zien? Nee, je hebt gewonnen. Dat was het belangrijkste. Ja, 8-2, Sander. Of 8-3, Sander. Je kan het. Nou, ik moet wel zeggen, ik had het gevoel, toen dat eerste potje helemaal trash ging, ik denk, oh nee, dit wordt weer zo'n avond. Dit wordt weer zo'n avond. Yeah. Ik ben wel blij dat het niet zo'n avond is geworden. Terwijl in het begin jij echt nog kut ging, omdat je in dat rondje zat, weet je wel. Oh ja, jij begon jouw eerste 4 beurten met 1, 2, 1 en 3 of zo. Zoiets. Ja, maar eventjes, ik had... ook van deze kunnen stelen met meer zekerheid als jij niet die eerste ster al kreeg, hè? Ja, allereerste. Ja, dat klopt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. 8-3, kan ik mee leven. Zeker. Dat staat in principe, qua stand is er niets gebeurd, zeg maar. Qua verschil in stand. Dat klopt. Maar ja, vond je dit een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vertel even waarom. Dan zie ik jullie de volgende keer.